Hallo, het is hier vandaag een mooie winterse dag. Bij jullie waarschijnlijk ongelooflijk warm. Omdat ik hier buiten zit en aan het genieten ben van het zonnetje, wil ik met jullie iets delen. Ik wil het eigenlijk hebben over leven op uw voorwaarden. Ik ben aan het genieten van de zon en dat doet er mij aan denken dat zo'n moment genieten wanneer dat ik het zelf wil, dat dat belangrijk is in het leven. En wat dat heel belangrijk is, is eigenlijk als je dat genieten kan doen wanneer dat jij dat zelf wilt en wanneer dat jij dat zelf bepaalt. Daarom wil ik het dus hebben over leven, een leven leiden op uw voorwaarden. En dan stel je de vraag, wat is eigenlijk de drijfveer in uw leven? En wat bepaalt eigenlijk dat jij je leven kunt leiden zoals dat jij dat nu doet? En ben je eigenlijk tevreden met je leven? Loopt alles zoals dat jij dat wilt? Wanneer dat jij een leven leidt op je voorwaarden, dan geef jij richting aan je leven. En dan kun jij een leven leiden waarin dat jij kunt stralen en zijn wie dat je bent en zijn wie dat je wilt zijn. Leven op uw voorwaarden gaat ook maken dat je goed evenwicht gaat hebben tussen uw professioneel leven en uw privéleven. En hoe dat je die balans gaat vinden, bepaal jij volledig zelf, omdat jij degene gaat zijn die dan uw voorwaarden gaat stellen. Echter, er zijn heel veel mensen die een leven leiden dat hun overkomt. En dat komt omdat ze hun leven niet leiden vanuit hun diepste kern, vanuit hun hart, vanuit hetgeen dat zij zelf willen. Jouw voorwaarden, wat wil dat nu zeggen? Wat maakt of hoe bepaal je eigenlijk de voorwaarden of wat zijn eigenlijk factoren die belangrijk zijn? Nu, in de eerste plaats is het belangrijk dat jij duidelijk hebt welke factoren in je leven belang hebben. En dat is zowel op professioneel als privégebied. Dat zijn in de eerste plaats de personen die waar dat jij je leven mee deelt, partner, kinderen, familie, collega's, personen die voor jou belangrijk zijn in je leven. En professioneel is een bepaalde job die je nu uitoefent, is dat de job die je persoonlijke groei geeft, die je voldoening geeft. Dus dat is heel belangrijk. Ook bepaalde hobby's kunnen factoren zijn die uw voorwaarden bepaalt om een stralend leven te kunnen leiden. Wat dat ook belangrijk is, zijn de waarden volgens degene dat jij je leven wilt leiden. Wil jij je leven leiden volgens een bepaalde religie of helemaal niet? Is een bepaalde filosofie belangrijk in je leven? Dat zijn ook de dingen die je voor jezelf duidelijk moet hebben. En dan is het ook belangrijk als je bepaalde voorwaarden wilt stellen en om een leven te leiden volledig op jouw voorwaarden, is dat je een doel hebt in je leven. Dat je een visie hebt en dat je je leven richting geeft. Ja? Dus net wat ik juist zei, niet een leven leiden dat u maar overkomt, maar een leven waar jij de touwtjes in handen hebt en waar jij bepaalt in welke richting dat die leven gaat. En als je die punten duidelijk hebt, de personen, uw professioneel leven, uw activiteiten, uw waarden volgens welke dag je leven wilt leiden en uw doelen, dan ga jij zelf je evenwicht kunnen goed verdelen tussen je privé en je professioneel. En wanneer het dan de balans is overhelt, dan ben jij ook die gaat weten waar je kan bijsturen en waar dat je je voorwaarden kunt veranderen. Nu, het is ook zo dat je voorwaarden, als je die nu eens bepaald hebt, dat niet wil zeggen dat die voorwaarden niet kunnen bijgestuurd worden, want je voorwaarden die groeien met u mee. Ik heb lang verschillende jobs gedaan waar ik gezocht heb naar een goed evenwicht. En op een bepaald moment, wanneer kinderen in ons leven kwamen, dan waren dus natuurlijk andere factoren en zijn die kinderen heel belangrijk. En dan word je nog meer uitgedaagd om een evenwicht te vinden in je professioneel en in je privéleven. En werd ik dus uitgedaagd van, wat wil ik in mijn professioneel leven? Welke persoonlijke groei wil ik? Vind ik daar nog mijn voldoening? En door yoga te doen ben ik ook bewuster gaan leven en meer gaan voelen en terug tot de kern te komen en weten wat ik wou. En door
die yoga te doen met volwassenen en kinderen, heb ik daar eigenlijk mijn passie in gevonden. En heb ik uiteindelijk van mijn passie mijn beroep kunnen maken. En zo een beter evenwicht kunnen vinden voor mijn gezin. Dat wil niet zeggen dat iedereen die een bepaalde passie heeft, van die passie zijn beroep moet maken. Of een bepaalde hobby heeft en dat beroep moet worden. Of dat je zelfstandig moet worden. Dat wil niet zeggen dat de job waar dat jij in zit, dat daar vanuit geen bepaalde voorwaarden kunnen stellen om jouw leven te leiden dat jij wilt. Maar het is wel belangrijk dat jij dit allemaal leeft vanuit je hart. En dat je ook een doel kan stellen vanuit je hart. Dat jij kan bepalen welke vrijheid, hoe groot, hoe breed en hoe allesomvattend die vrijheid kan zijn. Belangrijk is dat het jou voldoening geeft. En als jij jouw voorwaarden kan stellen en die voorwaarden vanuit je diepste kern komen en vanuit je hart, dan ben je op weg naar een stralend leven. En dat gaat maken dat je dan vrij van zorgen kan zijn en meer en meer gaat kunnen genieten. Laat eventueel in de comments bemerkingen, opmerkingen weten. Laat eventueel weten wat jouw voorwaarden zijn. Heb je bepaalde vragen waar dat ik je tips kan geven om je voorwaarden te vinden en om je evenwicht te vinden? Dan mag je ook een persoonlijk bericht sturen.